Je luistert naar een podcast van Waterschap Noorderzijlvest over het 100-jarig bestaan van Gemaal de Waterwolf. Oké, ik woonde hier in de buurt. Aan de andere kant van het Lauwersmeer in Friesland. In Kolm. En als dan een gelang over tijdje had, ging je dan even een lusje erbij. Dan deed je een lusje elektra erbij. Hè? 80 kilometer. Ja, dus ga je van het Lauwersmeer, Zoutkamp, ga je even deze kant op. En dan ga je zo via Kommerzijl, Oldehove Kommerzijl, even terug. Want je moet altijd zorgen dat je op de terugweg de Winnendrug hebt. En dan is het dus vlak voor Oldehove, ga je linksaf en dan zie je het fietsen, zie je het liggen. En dat is heel mooi. Van de andere kant komt, zie je het minder goed liggen. Een prachtig gebouw. Bruin. Mooi. Water. Brug ernaast. Mooi. Glimmend. Het gaat om de beleving, hè. Dat is wat je beleeft. Het gaat niet eens zozeer om het te beschrijven hoe het precies eruit ziet. Het gaat hoe je het beleeft. Een gebouw wat je, als je het niet weet, verwacht je het niet. Buiten blinken mijn luchtpijpen en scheren een paar zwaluwen rond mijn muren van roodbruine bakstenen. De hertjes, mijn huisdieren, grazen rustig door en het water laat geen golfje zien. Het is windstil, het is rustig. Ook als ik stilsta, val ik op. Dus ik kwam hier regelmatig langs en een keer was de deur open en toen ben ik gewoon naar binnen gegaan. Nou, er staat er iemand, die zegt mooi, die zegt ook nou mooi. Ja, de Groningers, die zeggen wel mooi. Dat heb je al heel veel gezegd eigenlijk. En dan hoop je, nou, schieren bouwen leren, ja, ik is wel zeker. Want als je binnenkomt, dan verwacht je dus niet dat je zo'n grote ruimte hebt, omdat je namelijk vrij benauwd binnenkomt, hè, door een kleine deur en met een tussenruimte. Dus je komt niet meteen in de grote zaal. Dan zie je dus die grote generatoren, heet dat, hè, met een mooi woord. Hè. En, nou, dat meer denk ik er nog niet bij, hoor. Dus, dan ben ik hartstikke bezweet en dan denk ik, dan moet ik straks met mijn verder fietsen. Ik ben de waterwolf. Ik ken de strijdgevaren. Elektra is mijn meester. Ik waak over zijn gebied. Ik maal en slurp en vecht voor duizenden hectare. In hunne dienst zing ik mijn dreunend lied. Aflevering 1, van Waddenzee tot Drents Kontrijen. De eerste keer dat Bert Middel me zag, dat was ruim 20 jaar geleden. Je weet wel, tijdens zo'n fietstocht, bezweet door het Groninger land, liep hij zomaar naar binnen. Maar inmiddels is hij dijkgraaf van het waterschap. Dat is zoiets als de burgemeester van het water. En nu komt hij hier dus vaker. Regelmatig, want we hebben dit ook gebruikt voor ontvangst. We hebben zelfs hier een Noord-Nederlands orkest heeft hier gespeeld aan de andere kant van het water. Daar hebben we ook gasten voor uitgenodigd. Dus we gebruiken dit gebouw ook voor excursies. En als ik een collega dijkgraaf op bezoek heb, dan laat ik altijd even iets van het gebied zien. En vrijwel altijd ga ik ook even hier naar de Waterwolf. Ja. Hoge pieven, nieuwsgierige fietsers. Maar ook hordes kleine kinderen van de basisscholen komen bij mij op bezoek. En dan vertelt Willem Alberts ze van alles. Hij is al jaren mijn machinist en neemt ze mee tot vlak naast mijn 6 meter lange gietijzeren pompen. Ze mogen ze zelfs aanraken. 60.000 kilo wegen ze. Als mijn pompen op dreef zijn, verwerken ze 1000 kubieke meter per minuut. Dat is 1 miljoen liter water. Dan zeg ik 30 tankauto's. Ik heb een pak melk daarop opstaan en 1 miljoen van die pakjes gaan door 1 pomp heen. De huiskamer is in een halve minuut is er vol. En dan kun je ook wel een grote kamer hebben, denk ik. Dat zegt hij dan altijd tegen kinderen als ze naar mij komen kijken. Nou ja, de man ook, hè. En ook Willem zelf, hoor, die kan altijd nog van mij genieten.
Ik vind het gewoon een mooi gebouw. Dat zie ik hier met mijn vrouw langskomen en zo. En, nog niet anderhalf week geleden gingen we hier, ik weet niet waar heen, maar gingen we hier langs. Toen zei ik, nou moet ik kijken, het staat er al van ver. Mooi. Het is, als je eraan komt rijden, is het ook een mooi gebouw. Nou, die ramen en die, ronde, die bogen erin. Dat is sowieso als je van de buitenkant. En als je naar binnenkant zit, moet je maar nou, die ronde steennamen, wat allemaal half rond gebakken zijn. En die, dat die gele steentjes en zo er allemaal in zitten. Als je hem heel erg plat zou mogen staan, als een soort van grote schuur met grote ramen. Ja, zo zou ik hem. Maar wel passend binnen wat in dat gebied aan bouwstijlen gebruikt wordt. In die tijd in ieder geval. En juist het gebiedseigen, dat vind ik belangrijk. Dat je niet iets hebt wat je in Shanghai of in New York ook zou kunnen vinden. Maar iets wat echt specifiek is voor de omgeving Zoutkamp. Mijn bezoekers horen van Willem altijd verhalen over mijn ontstaansgeschiedenis. En wie me nog beter wil leren kennen, moet ver terug in de tijd. Naar de middeleeuwen. Terug naar de tijd dat onze Groningse voorouders leefden op wierden. Dat waren woonheuvels waar ze hoog en droog zaten. En vanaf die plek wonnen ze stukje bij beetje meer land op de ontembare zee. Leendert Visser, historicus van waterschap Noorderzijlvest, weet daar alles van. Bij Aduard, daar zitten we natuurlijk ook relatief dicht in de buurt, had je een klooster. En dat klooster beheerde landerijen. In die tijd hadden kloosters enorme gebieden. Die kregen ze van de adel. Soms ook gewoon van particulieren. En die landerijen wilden ze zo goed mogelijk benutten, zeg maar. Je moet je voorstellen, het was niet zo mooi droog zoals dat nu is. Nee, het was echt best wel een beetje blubber. En daar kon je in het begin, voordat je dijken bouwde, kon je daar tuinbonen en wat roggen op verbouwen, op die kwelders. Maar het was toch vaak redelijk zompig. Wil je er iets meer op verbouwen en wil je er ook zekerheid hebben dat je gewas niet bij een zomerse storm onder water loopt en verwoest wordt, dan moet je iets doen aan je waterhuishouding. En dat houdt in dat je dijkjes opwerpt om het water buiten te houden. Dat je gangetjes graaft waarin je het water af kunt voeren. En ook, dat deden ze ook, dat je riolering aanlegt. Dus in principe waren ze echt een soort van proto-waterschap. Onze verre voorgangers zag ik dan ook altijd graag. Dijken, molens, sluizen en afvoerknalen. Ze kwamen er allemaal, net als de eerste waterschappen. Het land werd droger, maar de zee bleef een tegenstander van formaat. Ze gaf en ze nam. Als het hard regende en stormde, vooral met een gure noordoostenwind, kon eind 19e eeuw het water bij Zoutkamp niet meer goed worden afgevoerd. Omdat Groningen droge voeten moest houden en de boeren geen sompige akkers wilden, werd ik gebouwd. Verlaging van de waterstand brengt meerdere koren in het land. Dat werd mijn lijfspreuk. Destijds hebben ze 3,5 miljoen gulden betaald voor de aanleg van het gemaal. Als je dat zou vertalen naar hedendaagse euro's, dan zou je meer dan 50 miljoen kwijt zijn. Dus het was nog niet een heel goedkoop project, laten we het zo zeggen. Vandaar ook waarschijnlijk dat het Rijk toch een aanzienlijk bedrag heeft bijgelegd. Op 5 november 1920 opende koningin Wilhelmina mij. En dat was niet voor niets. Ik was samen met het gemaal in Lemmer de grootste van Europa. En wat mij helemaal uniek maakte, ik was het allereerste elektrische gemaal. Mijn waterschap noemden ze Elektra en ook ik kreeg een naam die bij mij paste. De Waterwolf. Liggend aan het Reitdiep bij het Noord-Groningse gehucht Lammerburen. Wachtend op mijn prooi. Normaal is de Waterwolf de zee die het land opeet, zeg maar. En in dit geval is het de wolf die het water naar buiten spuwt.
Sinds 1920 maal, slurp en vecht ik. Eerst dus op elektriciteit. Maar vanwege een tekort aan koper stapten mijn meesters in de jaren 40 over op een combinatie van elektriciteit en dieselaandrijving. In de jaren 60 werd de waterafvoer lastiger. Daar kan ik natuurlijk zelf wat over vertellen, maar machinist Willem Alberts doet dat mooier. Maar dat was aan vervanging toe, de machines, en we hadden geen onderdeel meer voor te krijgen. En je wordt wel kwetsbaarder, hè? Je kwam al meer wegen en we hebben al meer bebouwing, dus je moet al minder berg heen. Wat ze nu wel weer terug gaan brengen. En toen hebben ze gezegd, dan kunnen we beter voor ieder unit een machine neer te zetten. En als er één uit is, heb je nog drie over. En toen diesel elektrisch was, dan was je één machine kwijt, was je ook twee pompen kwijt. In 1975 onderging ik een metamorfose. Ik kreeg alleen bronsdieselmotoren en mijn vier opvallende glimmende pijpen kwamen erbij. Toen de machines gekomen zijn, toen was een meneer Klevering, die was ook gedeputeerde geweest. Die was dijkgraaf voorzitter was toen nog, van het waterschap. Maar die was natuurlijk hier werkgelegenheid in Groningen aan. En toen heeft hij gezegd, we zetten de bronsmotoren neer. Maar dat was Appingedam, hè? Dat was een bronsfabriek. En die wou hij graag in stand houden, dat de werkgelegenheid bleef. En vandaar dat de brons. Als vandaag aan de dag weer moest gebeuren, dan denk ik dat er elektromotoren kwamen. Er kwam geen diesel, vast niet. De geur van diesel dringt direct je neus binnen als je mijn gebouw betreedt. Toch heb ik sinds 1997 ook weer elektrische pompen. Twee kleine. Ze helpen de vier grote als ze het niet meer aankunnen. Dus dan is eigenlijk de cirkel weer een beetje rond, zeg maar. Mijn vier grote en twee kleine pompen ontwaken vooral in de herfst en de winter. Ze zuigen het water weg van de grote landerijen die zich rondom mijn erf uitstrekken. Vanaf de Lauwers tot ver in het oost. Van Waddenzee tot diep in Drentse Komterijen. Dus het is wel echt het punt van waar een druppel die in Drenthe geval is, uiteindelijk op het Lauwersmeer komt. En uiteindelijk dan via de Kleveringsluizen op de Waddenzee geraakt. Als dit niet een bedrijf is, dan staat het grootste gedeelte van Groningen af en toe helemaal onder water. En dit is het grootste gedeelte van ons gebied. Gaat via dit gemaal, wordt het water, het overtollig water, geloosd hè, richting Lauwersmeer en de Waddenzee. Dus het is een cruciale plek in Noord-Nederland. En dat al 100 jaar. Wil je weten hoe het komt dat ik zo mooi blink en hoe ik snoekbaarsen vang? Luister dan naar aflevering 2 van de podcast Ik ben de Waterwolf. Ben je nou nieuwsgierig geworden? Het gemaal staat bij het gehucht Lammerburen in de provincie Groningen. Wie weet staat de deur open en is er iemand die zegt, mooi. Luisterde je deze podcast en dacht je, voel minder? Laat dan een reactie achter. Dan is de podcast beter vindbaar voor andere luisteraars. Nou, dat is dan weer mooi meegenomen. Dit is De Waterwolf is gemaakt in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest door Hilde Boelema en Marjolein Knol. En De Waterwolf zelf is ingesproken door Klaas-Jan Bos.